Anneke van Rijswijk. Jij houdt je bezig met de marketing en programmering bij Top. Top bestaat inmiddels al een jaar of 19. Ja. En ik heb begrepen dat het bij jou aan de keukentafel is ontstaan. Kun je daar kort iets over vertellen? Ja, het was een initiatief van Jan Meurs en Leon Colares, die beide zeg maar bevriend zijn. En in de tijd samen bezig waren van, goh, wat kunnen we nog iets leuks voor Bemmel doen? Ze houden van muziek, ze houden van cabaret, ze houden van andere dingen. En langzamerhand ontstond iets als toestanden op het podium. Nou, en dat is eigenlijk gegroeid tot het huidige Top. Hoe belangrijk is Top voor Lingewaard? Nou, we hebben zeker publiek uit Huissen en publiek uit Gent en Doornenburg. Dat weet de weg ook naar Top goed te vinden. Regelmatig hebben we ook mensen die bepaalde artiesten willen zien en die komen dan zelfs uit Arnhem of Nijmegen. We hebben zelfs met literaire avonden hier mensen uit België gehad. Dus in die zin kan Top breidt zich wel uit. Maar in principe heeft het toch voornamelijk een functie binnen Lingewaard en Bemmel, denk ik. Even kijken naar de programmering. We zijn nu halverwege het seizoen. Hoe ziet de rest van het seizoen eruit? Ja, we hebben nog heel veel leuke dingen in optie staan. Comedy Night, dat is de eerste voorstelling na de decembermaand. We hebben nog Silhouette, dat is een band uit de regio die voornamelijk hits uit de jaren 60, 70, 80 gaat spelen. Even tot slot, dit is het laatste seizoen in de Kinkel. Volgend jaar gaan jullie over naar de Theaterkerk. Zijn jullie al drukdoende bezig met de programmering daarvoor? Ja, daar zijn we al druk mee bezig. We hebben ook al wat mooie namen staan. Een Erik van Sauwers, een Jurgen Rijman, die allebei al geboekt zijn. En voor de rest wordt het heel spannend, want we weten natuurlijk niet precies wanneer de kerk klaar is en wanneer we dan uiteindelijk zeg maar onze mensen kunnen gaan boeken. Maar omdat de zaal groter is, richten we ons ook op wat grotere artiesten, omdat we hopen dat we die vol krijgen en die mensen dan ook kunnen betalen. Die zijn over het algemeen natuurlijk wat duurder. Maar we hebben er heel veel zin in een nieuw seizoen, een nieuwe vorm. We denken ook aan TED Talk te gaan doen, zoals een soort lezing te gaan geven. Op andere manieren congressen te gaan doen. We hebben het over iets, zijn we aan het zoeken voor kinderen, een bepaald iets met een babyconcert heet dat. Een hele aparte vorm van met babytjes op de bühne zijn. Nou ja, we hebben plannen en ideeën genoeg, maar hoe het er allemaal uit gaat zien, dat weten we nog niet precies. Nee.